Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van eredirigent Edo de Waart, die nu op de partituur tikt. Ja, ja, prachtig stuk. Sinfonia uit de jaren 72-74 van Tristan Keuris. Componist die een groot deel van zijn carrière in Utrecht heeft doorgebracht. Mooie componist om mee te beginnen, mooie inleiding ook voor dit concert.